Breda Nu. Je weet het meteen. We staan nu bij de VVV in Breda. En we vragen ons af wat er dit jaar allemaal te doen valt in Breda met de kerst. Nou, we hebben als VVV zelf een aantal wandelingen in de periode rondom de kerst. En daar beginnen we mee 21 december. En dat loopt door tot en met 2 januari. En we hebben 4 verschillende wandelingen op programma staan. Ze hebben de kasteelwandeling en de historische kilometer. En dat zijn allebei wandelingen door de binnenstad van Breda. En de historische kilometer laat dan echt het oudste stukje Breda zien. Je brengt een bezoek aan de Grote Kerk, aan het Begijnhof en ook aan het kasteel van Breda. En als VVV zijn wij de enige organisatie die daar rondleidingen mogen organiseren, omdat het kasteel militair terrein is. En de kasteelwandeling is dan een uitgebreide wandeling over het terrein van het kasteel van Breda. De andere 2 wandelingen die we in het programma hebben, dat zijn rondleidingen. 1 bij kasteel Bouvigne. En dat is een rondleiding die wordt gegeven door een gids van Breda Promotions. En de andere activiteit, dat is speciaal voor dit jaar, is een wandeling, een themawandeling, ook van Breda Promotions. Vrouwen rond Van Gogh. En ja, die is in het teken van het Van Gogh-jaar. En omdat Breda natuurlijk ook allerlei banden heeft met Van Gogh, is deze wandeling er deze winter bijgekomen als afsluiting van het Van Gogh-jaar voor Breda. En die hebben wij ook in ons pakket van de kerstvakantiewandelingen opgenomen. En hoe lang duurt gemiddeld zo'n wandeling? Moet je een 1,5 à 2 uur voor rekenen. Ja, 2 uur ongeveer. Ja, dat geldt voor allemaal ongeveer. Ja. En is daar veel animo voor? Ja, het begint al aardig te lopen inderdaad. We krijgen daar per mail en per telefoon al regelmatig reserveringen voor. Dat is ook verstandig, want er is een beperkt aantal mensen wat mee kan iedere dag. Omdat we natuurlijk op de KMA zitten en daar met een beperkt aantal mensen op het terrein kunnen. Dus we kunnen daar niet onbeperkt in doorgaan. Dus het is altijd handig om van tevoren even te reserveren. En dat kan telefonisch 0900 522 444. Dat is een makkelijk nummer, dus ik durf het zo wel even te zeggen. En anders via de mail info@vvvbreda.nl.